plat zit. Ja. En je kan dan een potje verder stellen? Of, ja? Geen echte lijn op dit moment. Nee, moet je ons gevast op. Ja, nou Wil. Ja. Dan maar op. Ja. Ja. Ja, dankjewel. Kijk, we gaan daarheen. Daar is ook weer een mooi vennetje. Het werk hebben we eerder gedaan bij Assisi. We hebben aan de overkant links hebben we ook nog een vennetje liggen. Ja, het bekende werk. We gaan het vennetje vrij leggen. Met de zon weer mooi op het water gaan. Dat de reptieltjes weer zich kunnen ontwikkelen. En het water weer beter op elkaar krijgen. Hopen te maken. Eén hoop. Een beetje, ja, gewoon twee hopen maken van het afval. Dat is het ene wat we gaan doen. Er komen nog een paar mensen die gaan poelen opschonen. Dus kwij twee vandaag. En het, voor het derde kwij hebben we de wel edele heer John Vermeer gevonden. Die gaat met jullie allemaal musters maken. Musters. Dan gaan we nou verder. Oude techniek, oude techniek. Ik wou net zeggen, dat gaat net weer gewild. Jij bent, ja, jij bent mustertmeester. Is dat hetzelfde als musters maken? Nee, dat is heel anders. Daar gaan we straks verder op in. Mustertmeester John, die gaat je de uitleggen. Ja. We werken tot een uur of 10:30, dan staat er hier de koffie klaar. Ja, daarna om 12:30 een bakje soep. Dan komt Jan met de broodjes. Gesponsord door onze supermarkt in Helvoort. Moet er even bij zeggen. Ja, ja, uiteraard. De co-op. De co-op. Sponsort de broodjes en wat fris. Ik zou zeggen, allemaal een hele fijne dag. En, Hans. Werk ze. Hans, mag ik ook nog even? Tuurlijk. EHBO, man. EHBO, veiligheid. Probeer veilig te werken. Kijk om je heen wat er gebeurt als de takken vallen. Waarschuw op tijd. Mocht er pleisters geplakt worden. Ik plak de pleisters, herger, liever niet. Nee. Maar ik heb het wel bij me, dus geef je even een seintje. Ja. Voor de duidelijkheid, voor daar ligt het spanband van amputaties. Dus dat is een mustard gebruik. Natuurlijk, hè. We zijn heel blij dat jullie vandaag voor ons komen werken. En nou, ik hoop dat het vooral een hele leuke dag wordt. Het is, we hebben heel erg geluk met weer, want van de week zei ze nog dat het zou gaan regenen. Maar nu heb ik er goede hoop op. We gaan die poel en daarachter een poel. Deze poel, daar is de koe al uitgevangen. Dus de mensen die het niet op koeien hebben, die kunnen daar aan de gang. Daar gaan we ze er even uitvangen. Dus ik zou zeggen, veel plezier. Ja. Okay. Nog één klein dingetje. Ik zou het liefste, want de ploeg meteen opsplitsen. Dat we daar beginnen en daar, dan staan we elkaar ook niet in de weg. Dat is misschien het beste. Ja. Kunnen we lekker rustig werken. Ja. Ja? Doen we. Ik verwacht nog een paar mensen die komen. Oké. Okay. Ik ga meteen eerst even. Dit boompje ook weg? Alles weg.
Alles. Dat is makkelijk, hè? Alles weg. Niet opgelet. Die wil het keer doen. Is dat niet al te groot? Ja. Want op een gegeven moment groeit die poel helemaal dicht. De hout dat komt op en heel die poel die wordt beschaduwd. En dat willen we niet. En is dat voor die kikkers en zo allemaal? Dat is hier voor de kikkers. Nou, hier hebben we twee dingen. Het is voor het landschap. Dit is een open landschap met houtwallen. Dus we willen niet zomaar overal bossen. Het is de bedoeling dat deze poel open blijft. Zodat de vleermuizen er goed overheen kunnen vliegen en er insecten boven kunnen vangen. Dat de kikkers zeg maar, daar gewoon hun eitjes in kunnen blijven leggen. Want anders valt er al dat blad in en dan verlandt heel die poel. Dan wordt het gewoon een bos. Nou, dat willen we dus hier niet hebben. Want dan hadden we hem wel in het bos gelegd. Hè? Nou, we zijn heel blij met die vrijwilligers dat die dat willen doen. Want het is allemaal handwerk. En het valt niet mee tussen de bramen en de pikkers. Hè? Nee, nee. En is deze poel door jullie aangelegd hier? Ja, deze is door ons aangelegd. In de jaren 70 is men op een gegeven moment heel veel poelen gaan dempen. Hè? De bulten werden vlak gestreken, die werden in de gaten gedouwd. En dat is voor de natuur heel jammer, want op die bult daar zit een fazant en in de poel zit een kikker. Hè? En die willen we dus eigenlijk allebei weer hebben. Dus daar hebben we poelen gemaakt en her en der zo hebben we een beetje het terrein weer veranderlijk gemaakt. En dat heeft het Brabant landschap gedaan? Dat hebben wij gedaan. Ja, dat hebben wij gedaan, ja. Ja, wij met een machinist. Ja. Een grote kraan en kiepkarren. Ja, deze poel is... een jaar of 5 geleden aangelegd. Ja. Maar je ziet het gaat hard. Ja, ja. Dus als ze dadelijk de hout eruit hebben, dan gaan ze musters van maken, heb ik gehoord. Ja, dat klopt, ja. En worden die ook weer besteed voor houtwallen of zo? Dan kunnen we daar ook weer kijken. Dat is, een muster dat is eigenlijk een klein pakketje hout. Hè? Dat zijn takjes, allemaal zo dik. En dan 60 centimeter lang. En die gaan allemaal in de bakoven. Die gingen vroeger in de bakovens voor brood te bakken. Dus dan moet je net zo'n pizzaoven voorstellen in Italië. En dat is gewoon een koepel. En die stouw je vol met hout. En als die koepel, dat steen daar rond warm geworden is, dan haal je al de houten weer uit. En dan kun je daar je pizza of je brood of net wat in doen. Nou, we hebben een vrijwilliger en die heeft heel mooi bakhuizen gerestaureerd en opnieuw gezet. En die heeft mussels nodig om met mensen te gaan bakken. He? Zo proberen we ook een beetje cultuur wat terug te krijgen. Brood op de plank. Brood op de plank, ja. Dus dan, en dat is allemaal handwerk. En dat is normaal niet te doen. Hè? Dus we zijn heel blij ermee dat vrijwilligers dat doen en dat de ambacht ook weer terugkomt. Thank you.
Maar je hier heet je mutsaars, daar staat vanaf geplein.
Thank you.